beloftes en afbeeldingen en heenwijzingen, voorafschaduwingen, die resulteerden in geloof in die ene naam die onder de hemel en onder de mensen gegeven is, namelijk de naam van onze Heer Jezus Christus. En we hebben gezien dat een andere weg tot behoud, dat onmogelijk is. Jezus kan het zelf toch niet duidelijker zeggen, als je dat kan. Als in Johannes 14, als hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Of als hij zegt in Johannes 10, ik ben de deur voor de schapen. Alle die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. En als toepassing zeiden we onder andere dit. Geloven we dit echt? Geloven we echt dat Jezus de enige weg is om gered te worden? En als dat zo is, dan zeiden we, nou laten we dan ook leven alsof we dat geloven. Hè? En niet doen alsof al onze familieleden en kennissen en vrienden op weg zijn naar de hemel. Maar laten we voor hen in de bres gaan staan, Gods aangezicht zoeken. En onze tijd nuttig gebruiken om hen op Christus te wijzen, nu het nog dag is. Goed, de volgende vraag die daaruit voortkomt, en vooral als we nadenken over wereldzending, is de volgende. Is het dan ook noodzakelijk dat mensen over Christus horen om gered te worden? Nu we gezien hebben dat Jezus de enige weg is tot behoud en dat alle andere wegen van de volken en religies desastreus en rampzalig zijn, moet dan een ieder ook gehoord hebben van Jezus. Wat dan bijvoorbeeld met die mensen die nog nooit de mogelijkheid hebben gehad om te horen? Daar waar geen kerk is, daar waar geen Bijbel is, daar waar absoluut geen toegang is tot het evangelie. En dan bedoel ik plekken zoals in de jungles bijvoorbeeld van Papua Nieuw-Guinea, waar de inheemse Papua woont. Of de Indiaan die in het regenwoud van de Amazone is. Mensen die helemaal geïsoleerd zijn, buiten de beschaafde wereld leven. Gaan die ook verloren als ze het evangelie nog nooit gehoord hebben? En dat is een belangrijke vraag als we nadenken over de noodzaak van zending. En dat is een belangrijke vraag voor elke christen. Goed, laten we als inleiding op ons thema gaan lezen. De brief van Paulus aan de Romeinen, twee gedeeltes. En het eerste gedeelte Romeinen 2. En daarna lezen we nog een stukje uit Romeinen 10. Maar eerst Romeinen 2 vanaf vers 12. Romeinen 2, vers 12 tot en met 16. Dan schrijft de apostel Paulus, want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel ze de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van. En hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus overeenkomstig mijn evangelie. En dan lezen we ook nog Romeinen 10 vanaf vers 13 tot en met 17. Romeinen 10 vanaf vers 13. Want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie ze niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Maar zij zijn niet alleen het evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor
door het woord van Christus. Tot zover ons schriftgedeelte. Toen ik een aantal jaar geleden op opwekking stond voor onze organisatie Edmonds 360, had ik een gesprek met een christenvrouw die interesse had naar onze organisatie. En ze vroeg zo van, ja, wat doen jullie, waar staan jullie voor? En ik vertelde haar dat er bevolkingsgroepen zijn in deze wereld die heel slecht bereikt zijn met het evangelie. En dat er zelfs bevolkingsgroepen zijn die compleet onbereikt zijn. Dus zero toegang hebben tot het goede nieuws. En dat wij als organisatie zeg maar ons daar op richten. En toen zei die vrouw, nou, als ze nergens van weten, dan kun je ze maar beter met rust laten. He, want God is rechtvaardig. En als ze de kans niet hebben, nou, dan zal God ze ook niet straffen. Maar is dat zo? Heeft u er wel eens over nagedacht? Weet je, deze vrouw sprak uit haar gevoel. En ze werd zelfs erg nijdig toen ik voorzichtig probeerde aan te tonen vanuit Gods woord dat alle mensen schuldig staan voor God. En dat elk mens op weg is naar het eeuwig oordeel. Ook de onbeschaafde Papua in de jungle en de Indiaan in het regenwoud. Ik zeg daarom dat ik hier vandaag op opwekking sta. Het is urgent. Iedereen moet het horen. En uiteindelijk liep de vrouw geërgerd weg. De vraag die we ons dus moeten stellen is niet alleen, is het noodzakelijk dat mensen over Christus horen om voor eeuwig gered te worden? Maar een vraag die daaraan vooraf gaat. Gaan alle heidenen echt verloren? Ook zij die geen kans hebben. En wat zegt de schrift hierover? Dat was ook een van mijn opdrachten in onze cross-culturele training van Edmonds 360, zo'n 16 jaar geleden. Are the heathen lost? Nou, ga er maar aan staan. Want als dat zo is, dan is wereldzending, en met name onder de onbereikten, een grote noodzaak en dus een prioriteit van de gemeente. En dat is de vraag die ik als eerste wil beantwoorden. Zijn alle heidenen verloren? En daarna zullen we verder ingaan op het vraagstuk of een ieder dan ook echt moet horen van Jezus. Of dat ze misschien ook op een andere manier gered kunnen worden. Maar eerst zijn de heidenen verloren. En mijn inziens zijn er sowieso al vier redenen waarom de heidenen niet te verontschuldigen zijn en dus schuldig staan voor God. En even een voetnoot, ik heb het niet over kinderen, ik heb het ook niet over geestelijk beperkten. Maar ik heb het over mensen die de volwassenheid hebben om te kunnen redeneren. Vier redenen dus. En we vinden ze alle vier in de eerste twee hoofdstukken van de brief van Paulus aan de Romeinen. Die daar uiteenzet dat alle mensen schuldig zijn. Ook de inheemse Papua in de jungle. Vier redenen. En alle vier beginnen ze met een G. De heidenen staan schuldig en zijn verloren door het geschapene, door het gedrag, door hun geweten en door een gezonde verstand. Nou, laten we ze alle vier even kort langslopen. Als eerste het geschapene. Blader maar even terug naar Romeinen 1, vanaf vers 18. Kijk, het is niet zo dat de heidenen, waar ze zich ook mogen bevinden, geen besef hebben van God. Nee, de apostel Paulus zegt in Romeinen 1, vanaf vers 18, want de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid en ongerechtigheid onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Hoe dan? Vers 20. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk, en zijn eeuwige kracht, en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Elk mens heeft zo gezegd dat getuigenis van Gods algemene openbaring in de schepping. David beschrijft dat prachtig in Psalm 19. En Huib heeft het al genoemd in zijn gebed en we hebben het ook al gezongen. En ik wil even een stukje uitlezen. Zoek maar even op Psalm 19. En hou je vinger bij de Romeinenbrief. In Psalm 19, vers 2,
schrijft David, de hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. God heeft zich duidelijk in de schepping geopenbaard. Het getuigenis van God is voor iedereen zichtbaar. Hij heeft zich door zijn kracht duidelijk kenbaar gemaakt als de schepper van de hemel en de aarde. En volgens vers 3 is het een voortdurend getuigenis. Kijk maar, de ene dag spreekt overvloedig tot de andere. De ene nacht geeft kennis door aan de andere. Er is zeg maar een constant getuigenis dat er een God is. En het woord spreken hier is geen tegenstrijdigheid, nee. De schepping vertelt als het ware Gods glorie. Maar zonder woorden. Kijk maar in vers 4. Geen spreken is er. Geen woorden zijn er. Hun stem wordt niet gehoord. Het is poëtisch. En wat hij probeert duidelijk te maken is dat de schepping Gods non-verbale zelfopenbaring is. God die zich bekend maakt aan de mensheid zonder woorden. En de hele mensheid is er getuige van. Kijk maar in vers 5. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde. Hun boodschap van het einde tot aan het einde van de wereld. Dus het maakt niet uit of je in de velden van Efrata bent, in Bethlehem, waar David was. Of dat je in West-Afrika bent, of in Thailand, of in China, of ergens in de jungle van Papua. God heeft een algemene zelfopenbaring gegeven in de schepping. Zijn getuigenis is consistent, het is constant. En het is overduidelijk en daarom dat ze Romeinen 1 vers 20 niet te verontschuldigen zijn. Nou weer even terug naar Romeinen, want een hoofdstuk verder benadrukt Paulus het opnieuw. Hij zegt daar in hoofdstuk 2 vers 12, ons schriftgedeelte. Want zij die zonder wet gezondigd hebben, dat zijn niet-Joden, dat zijn heidenen. En dus ook zij die nog nooit Gods geschreven woord gehad hebben of gehoord hebben. Zullen ook zonder wet verloren gaan. Dat is de eerste reden. De heidenen zijn verloren doordat ze Gods algemene openbaring in het geschapene ontvangen hebben. Goed, de tweede reden waarom heidenen niet te verontschuldigen zijn, is door hun gedrag. Hun gedrag laat namelijk zien dat de wet in hun harten geschreven is. Kijk maar in vers 14 van Romeinen 2. Dan schrijft Paulus, want wanneer heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Is u dat? Dat de heidenen van nature dingen doen die in Gods wet staan? Zonder ooit het woord van God gelezen te hebben, gedragen ze zich opdat ze de wet kennen. Hun gedrag laat namelijk zien dat ze weten wat het verschil is tussen goed en fout. Met hun gedrag laten ze zien dat Gods wet in hun harten geschreven is. Mensen die God niet kennen, doen ook goede dingen, toch? Ze zorgen voor hun kinderen, ze zijn ook trouw aan hun partner. Ze vechten tegen het onrecht. Ze geven ook geld aan een collecte als er gecollecteerd wordt, et cetera. Al deze dingen laten een soort ethische goedheid zien in de mens. Natuurlijk, de mens is van nature slecht. Maar de mens heeft in het algemeen toch een menselijk ethisch moraal. Wat bewijst Romeinen 2 vers 15 dat de kennis van Gods wet in hun harten geschreven is. Heel simplistisch gezegd, hè? De meeste mensen zijn buiten de gevangenis, toch? Het is maar een heel klein groepje wat in de gevangenis zit. Wat wil dat zeggen? Dat de mens goed is? Nee, de mens is slecht. Er is niemand rechtvaardig, er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Maar er is iets in hem dat er hem zogezegd van weerhoudt om niet zo slecht te zijn als hij zou kunnen zijn. En dat is de wet van God die in zijn hart geschreven is. In de Bijbel zien we trouwens ook heel veel heidenen die goed gedaan hebben. Zoals bijvoorbeeld de heidense koning Darius, hè, in Daniel 6. Die ging 's nachts vasten en bidden omdat Daniel in de leeuwenkuil zat. Op het dagje van de Romeinse overste in Handelingen 23. Die bevreesd was dat Paulus verscheurd zou worden tussen de Farizeeën en de Sadduceeën. Dus hij gaf bevel om Paulus onder hun midden weg te halen. Toen hij voor de Hoge Raad stond. Of wat dacht je van de lokale mensen van Malta die bevriend werden met Paulus toen hij schipbreuk leed?
Handelingen 28 vers 2 zegt: en de inlandse bevolking bewees ons buitengewone menslievendheid. Elke keer als mensen die God niet kennen of zelfs nog nooit van hem gehoord hebben, goede dingen doen, laat hun gedrag zien dat de kennis van de wet in hun harten geschreven is. Zijn de heidenen verloren? Ja. Kunnen ze aanspraak maken op hun onwetendheid? Nee. Ten eerste het geschapene. Ze kunnen God waarnemen door alles wat om hen heen is. En ten tweede door hun gedrag. Ze laten zien dat de wet van God in hun hart geschreven is. Goed, de derde reden waarom de heidenen verloren gaan is om hun geweten. Dat is het vervolg van vers 15. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. En dan staat er, daar getuigt ook hun geweten van. Heidenen die niet het voorrecht hebben Gods woord te hebben, hebben desalniettemin een geweten dat van Gods wet getuigt. Het geweten is dat aangeboren bewustzijn van goed en kwaad, een soort waarschuwingssysteem. Dat een schuldgevoel, een schaamtegevoel geeft. Er is bijvoorbeeld een stam in Afrika die een systeem heeft om de schuldigen aan te wijzen. Alle verdachten zetten ze op een rijtje. En dan pakken ze een mes wat heet gemaakt is. Dit moet u trouwens niet thuis uitproberen. En dan wordt bij alle verdachten wordt even de tong aangeraakt. Want wat is het nou? De tong is van nature vochtig. Dus als je het even aanraakt, dan doet het misschien wel heel even pijn, maar dan sist het en dan dat is het. Maar als je geweten goed werkt en je voelt je schuldig of je schaamt je, dan wordt de tong droog. Dus dat mes gaat dan vastzitten. Dus op die manier wisten ze precies wie de schuldige was. Nou goed, ik zei het al, niet thuis uitproberen. Maar u ziet wel dat het geweten een manier is die God heeft gegeven om te weten of iets goed is of iets fout is. En dan gaan de dingen werken in ons geweten. En dan weten we het verschil tussen goed en kwaad. Dan worden we weer gericht op die wet die in ons hart is. Goed, ten vierde heel kort. De heidenen zijn niet te verontschuldigen door hun gezonde verstand. Romeinen 2:15 gaat als volgt verder. En hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Met andere woorden, er is in ons het gezonde verstand om na te denken of te redeneren. Om te bepalen of iemand iets goed doet of iets fout doet. En daarop vervolgens te beschuldigen of te verontschuldigen. En dit hangt natuurlijk samen met het geweten en ook met de wet die in ons hart geschreven is. Maar zelfs de meest goddeloze samenleving wordt boos. En wil dat een dader gepakt en berecht wordt als een kind of een ouder iemand iets aangedaan wordt. Ook heidenen die geen Bijbel hebben, hebben dat gezonde verstand en beschuldigen of verontschuldigen elkaar. Goed, vier redenen dus. Het geschapene, het gedrag, het geweten en het gezonde verstand maakt dat de heiden schuldig staat voor God. En dat heeft ons antwoord gegeven op die eerste vraag. Staan de heidenen schuldig voor God? Antwoord, ja, ze staan schuldig. Kunnen ze onwetendheid claimen? Nee. Zijn ze verloren? Ja. En dus de noodzaak voor zending is daar. De tweede vraag, onze eigenlijke vraag die daaruit voortvloeit, is: kunnen ze ook gered worden op een andere manier? Of moeten ze echt het evangelie van Christus horen, begrijpen en geloven om gered te worden? Dat zijn echt serieuze vragen. Want in onze postmoderne samenleving is er vandaag de dag een opvallende toenemende beweging die de nauwe poort wijder wil maken en de smalle weg breder wil maken om behouden te kunnen worden. Een van die manieren is de natuurlijke theologie. Dat is de algemene openbaring van God, die eigenlijk zegt dat het mogelijk is om door het enige licht wat ze hebben, de schepping, dat ze daardoor behouden kunnen worden. Zonder enig helder uitleg van het evangelie. Een zeer bekende Amerikaanse evangelist zei eens in een interview: ik geloof dat het mogelijk is dat Jezus Christus in het hart en leven van mensen kan komen, zelfs al zijn ze geboren in duisternis en ze nog nooit blootgesteld zijn aan de Bijbel. Hij vervolgt:
Ik ben verschillende mensen uit verschillende stammen tegengekomen die nog nooit een Bijbel gezien of daaruit gehoord hebben. Die nog nooit van Jezus gehoord hebben, maar die in hun hart geloofd hebben dat er een God is. En ze hebben geprobeerd anders te leven dan hun omgeving. En ik geloof dat ze gered zijn en samen met ons straks in de hemel zullen zijn. En zijn interviewer reageerde: fantastisch. Er is dus een wijdere opening in Gods barmhartigheid. En hij zei: ja, dat is er zeker. Einde citaat. Is de poort dan helemaal niet zo nauw als dat het lijkt? Is er zogezegd nog een achterdeur waardoor we zonder van Jezus te horen eigenlijk behouden kunnen worden, zonder van zijn dood en opstanding te horen, toch in de hemel kunnen komen? Het zijn zeer goede en belangrijke vragen. Zeker in een tijd van deze, waarin de wereld constant verandert en de missiologie steeds anders toegepast wordt op die veranderende wereld en cultuur. John Piper verwijst naar Millet Erickson, die ook een aanhanger is van de natuurlijke theologie. En hij denkt een oplossing gevonden te hebben. Hij zegt: mensen kunnen net zo gered worden als in het Oude Testament. En die kenden Jezus ook niet en werden toch behouden. Hij zegt: zou dat ook niet kunnen gelden voor mensen die na de dood en de opstanding van Christus leven? En het antwoord van Piper in Let the Nations Be Glad, ik lees de vorige week ook al op, is een duidelijke nee. Met als grootste reden dat de komst van Christus het grote kantelpunt is in de heilsgeschiedenis. Hij zegt: God redt vandaag de dag geen mensen zonder het evangelie van Jezus te horen. En de reden is dat Gods doel sinds de menswording van Christus als de Godmens, de Zoon van God, Jezus Christus gekruisigd en opgestaan, de bewuste focus is van al het reddende geloof uit alle volken, overal ter wereld. En dan geeft Piper het voorbeeld van Cornelius, want Cornelius is namelijk ook een heiden. En hij is ook, net als vandaag de dag, na de opstanding van Christus. En de vraag die je dan kan stellen is: werd Cornelius ook behouden door zijn vroomheid? Door anders te leven als zijn omgeving? Door zijn geloof in God? Zonder expliciet het evangelie van Jezus Christus te horen? Zoek maar even op Handelingen 10. Het verhaal van Cornelius, de heidense hoofdman, kan sommigen de aanleiding geven om te geloven dat een mens behouden kan worden zonder dat hij het evangelie kent. Maar hoe dan? Nou, door God te vrezen. Wie die God dan ook is. En door het goede te doen voor zover dat binnen zijn vermogen ligt. Dat deed Cornelius ook. En dat doen misschien ook wel heel veel onbereikte mensen. In Handelingen 10 vanaf vers 2 lezen we dat Cornelius een vroom man was die met heel zijn huis God vreesde. Veel liefde gaven aan het volk gaf. En voortdurend tot God bad. Nou, we kennen allemaal het verhaal wel. Hè? Cornelius krijgt een visioen waarin een engel tegen hem zegt dat zijn gebeden verhoord zijn en dat hij iemand naar Joppe moet sturen om Petrus te halen. En Petrus krijgt in de tussentijd ook een visioen om naar Cornelius te gaan. En als hij dan bij Cornelius aankomt, dan zegt hij in vers 34 en vers 35: ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt, maar in ieder volk, en luister, hier gaat het om, in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet, hem wel gevallig. Nou, deze versen kunnen aanleiding geven tot de gedachte dat Cornelius al van zijn zonde verlost was voordat hij het evangelie gehoord en geloofd had. En de vraag die we ons moeten stellen is dus deze: was Cornelius al gered voordat Petrus hem het evangelie verkondigde? En dat is een goede vraag, want vers 35 en ook vers 2 zouden die indruk kunnen geven. En als dat zo is, geeft Petrus hem dan slechts een nadere uitleg van het evangelie. En is dan de conclusie dat de onbereikten al gered kunnen zijn, met God kunnen leven, voordat ze het evangelie gehoord hebben? En Piper geeft in zijn boek 4 redenen vanuit de context waarom het antwoord nee is. En ik noem er slechts 1 omwille van de tijd. En die andere 3 kunt u nalezen. Mocht u thuis het boek hebben,
Het is onlangs ook vertaald in het Nederlands. Dus echt een aanrader, prachtig boek omtrent zending. Maar een van de redenen is Handelingen 11 vers 14. Daar zien we dat het evangelie dat Petrus bracht het middel of het instrument is. In Handelingen 11, 13, 14, vers 13 en 14 vertelt Petrus over de verschijning van de engel aan Cornelius. Daar lezen we in vers 13, en hij, Cornelius, berichtte ons hoe hij een engel gezien had die in zijn huis stond en tegen hem zei, stuur mannen naar Joppe en ontbied Simon die ook Petrus genoemd wordt. En let op, hier komt het. Die zal woorden tot u spreken waardoor u behouden zult worden en heel uw huis. En twee dingen vallen hierop. Ten eerste de woorden die Petrus spreekt, dat goede nieuws, dat is het evangelie dat onmisbaar is om behouden te worden. Want dat evangelie is een kracht tot wat? Tot behoud. En ten tweede, het staat in de toekomstige tijd, woorden waardoor u behouden zult worden. Met andere woorden, zijn boodschap was niet slechts nadere informatie, terwijl Cornelius al een geredde man was, nee. Als hij Petrus laat halen en het evangelie van Christus hoort en gelooft, dan zal hij behouden worden. En zo niet, dan niet. Dit is zonder twijfel de reden waarom God op wonderbaarlijke wijze deze twee mannen bij elkaar brengt. En natuurlijk, de eerste reden is natuurlijk de context. Het is natuurlijk dat het evangelie ook voor de volk is. Hè? Dat is het hart van deze passage. Maar het moet ook gehoord en geloofd worden om behouden te worden. Goed, een ander opkomend geluid dat we steeds ook meer horen in de zendingswereld is dat mensen, en vooral in moslimlanden, tot geloof komen door dromen. En we moeten heel voorzichtig zijn in het oordelen van wat waar is en wat niet waar is. We moeten altijd alles blijven toetsen aan de schrift. Het is namelijk een gevaar om door je gevoel overtuigd te worden van getuigenissen. Door iets wat goed voelt of iets wat heel logisch lijkt. Net zoals die vrouw, weet je wel, bij opwekking. Dat was toch logisch? En dus moeten we voorzichtig zijn in beide richtingen. En in het ontkrachtigen van zulke getuigenissen. Als ook in het aannemen, want in the end, wij zijn God niet. Maar hij heeft ons wel richtlijnen gegeven. En als we ons afvragen naar de rol in dromen en visioenen, bijvoorbeeld op het zendingsveld, dan is de leidraad die het Nieuwe Testament ons geeft het verhaal van Cornelius. Dat hebben we net natuurlijk ook al gezien. Maar het gaat me erom dat God Cornelius in connectie brengt met een boodschapper. Een zendingswerker, zo gezegd. Het visioen van Cornelius, en let op, dit is belangrijk, zijn droom, zeg maar, zijn droom was niet het evangelie. Maar die droom, dat visioen, dat bracht hem met Petrus in aanraking. Een mens, die hem uiteindelijk dat evangelie verkondigt. Als God dromen of visioenen gebruikt, dan is dit, mijn inziens, de Bijbelse manier waarop God dat gaat gebruiken. En ik heb een prachtig voorbeeld van een hedendaagse Cornelius. Vanuit onze eigen organisatie. Britse collega's Paul en Marina Briggs, zendelingen onder de Laurent-mensen in Ivoorkust. Trouwens ook collega's van Nanne en Wilma Groot geweest, ik weet niet of u die kent. Die schreven jaren terug een artikel. En het heet Wie zoekt, wie zal vinden. Ik ga het even voorlezen, dus luistert u maar gewoon rustig mee. Tegen de middag werd de verstikkende vochtigheid in de kleine Afrikaanse lemenhut ondraaglijk. Misschien net zoals hier vandaag een beetje, als het zo lekker warm is. Zweetdruppels verzamelden zich op mijn voorhoofd en mijn kleren plakten aan mijn lichaam. Het was even wennen om zonder stroom en ventilatoren te leven. Het was oktober 1987. Ondanks de stekelige hitte waren het spannende dagen. Marina en ik waren 6 weken eerder met onze 4 jonge kinderen verhuisd naar een afgelegen dorp, Gogo genaamd. Gelegen in het noordoosten van Ivoorkust, West-Afrika. We verlangden ernaar om voor de mensen van de Laurent-stam en de andere collega-zendelingen tot hun hulp en zegen te zijn. Ik had het grootste deel van de ochtend besteed aan het analyseren van enkele werkwoorden en voornaamwoorden in de Laurent-taal.
En het was bemoedigend om het gevoel te hebben dat ik eindelijk enige vooruitgang begon te boeken bij het herkennen en begrijpen van enkele van de gecompliceerde patronen in de taal. En terwijl ik mijn flashcards bestudeerde die voor me op mijn eigen gemaakte bureautje lagen, werd mijn concentratie onderbroken door het geluid van voetstappen die de hoordeur van het hutje naderden. Bij de ingang verschenen twee mannen. En in plaats van te kloppen, hoorden we nu het bekende kauwkauw om te laten weten dat ze er waren. Een van de mannen kende ik al, zijn naam was Gavarai. Hij had ons de afgelopen weken al veel geholpen om ons in het dorp te installeren. De andere man was een vreemdeling. Ik had hem nog nooit eerder gezien. Hij droeg moslimachtige kleding, maar hij zag eruit als een Loron-man. En ik nodigde de mannen uit in onze hut en Gavarai stelde me voor aan de nieuwkomer. Zijn naam was Hovare. En terwijl we elkaar begroeten en stevig de handen schudden, voelde ik de ruwheid van zijn huid. Hij had duidelijk hard gewerkt op zijn akkers en voedsel verbouwd voor zijn gezin. Toen ik in zijn ogen keek, voelde ik een ongewone intensiteit en alertheid. Hij was een van die mensen die een blijvende indruk maakten als je ze voor het eerst ontmoet. Hovare had enkele vragen die hij met intens verlangen beantwoord wilde hebben. En hij dacht dat wij hem wel konden helpen. Omdat we nog maar een paar weken in het dorp woonden, kon ik nog niet veel communiceren in de Loron-taal. We hadden wel wat basisgroeten en een paar praktische zinnen geleerd, maar het zou een intense taal- en cultuurstudie vergen voordat we in staat zouden zijn om effectief met de Loron-bevolking in hun eigen taal te communiceren. Hovare sprak alleen zijn moedertaal. Hij sprak geen Frans, maar Gavarai legde me in het Frans uit waarom Hovare was gekomen. Hovare was op zoek naar de waarheid. Hij was gedesillusioneerd door de aanbidding van afgoden en geesten die elk aspect van de Loron-samenleving doordrongen. Hij was al eens verhuisd naar een stad ver weg van zijn dorp en volk en had geprobeerd de waarheid te vinden door de islam te volgen. Maar hij vond ook daar geen vrede of voldoening. Teruggekeerd naar zijn dorp had hij een terugkerende droom, maar hij kon er niet achterkomen wat het betekende. Toen hij hoorde dat er blanken in de buurt van zijn dorp woonden, was hij om de een of andere reden zeker van dat de blanken hem wel konden helpen om de betekenis van zijn droom uit te leggen. Hovare vertelde ons gretig dat hij in zijn droom een boek had gezien. Er stonden bepaalde woorden op de omslag van het boek. Maar aangezien hij niet kon lezen, wist hij niet zeker wat de woorden waren. Hij zei dat als hij het boek zou zien, dat hij het zou herkennen. In zijn droom had hij een ommuurde omheining gezien en binnen die omheining had hij het boek ontdekt. Hij had ook gezien dat er mensen in een moeras waren en helemaal bedekt werden met water. Hij snapte niet wat zijn droom betekende. Maar omdat zijn droom steeds bleef terugkomen, wilde hij heel graag weten wat ik alles te zeggen had. Toen Hovare de woorden probeerde te zeggen die hij dacht gezien te hebben op het boek, begreep ik niet helemaal wat hij zei. Maar de woorden leken niet uit zijn eigen taal te komen, dus pakte ik mijn Engelse Bijbel en liet hem die aan hem zien. En ik vroeg, zag je dit in je droom? Nee, dat is het boek niet, antwoordde hij. En ik liet hem een Franse Bijbel zien, maar dat was het ook niet. En ik kon niets anders bedenken om hem te laten zien en ik wist het ook niet meer. Maar Hovare was er zeker van dat hij op de juiste plek was. En toen hij die ochtend voor het eerst bij ons thuis was aangekomen, had hij de muur van de botterstenen rondom het huis opgemerkt. De muren waren er om de koeien en geiten van het dorp buiten de tuin te houden. Maar voor Hovare was het net als de omheining die hij in zijn droom had gezien. Hij was er zeker van dat hij hier het boek zou vinden met de antwoorden die hij zocht. Hij bleef de woorden herhalen die hij in zijn droom meende gezien te hebben. En toen herinnerde ik me dat mijn collega's het evangelie van Johannes een paar jaar eerder in de Loron-taal hadden vertaald en hadden laten drukken. Dit gedeelte van de schrift was het eerste dat ooit in de Loron-taal geprint was. Maar aangezien er geen Loron-mensen in ons gebied waren die dat konden lezen, had bijna niemand het nog gezien. En een paar van deze boekjes lagen hoog op een plank, net onder het rieten dak van de kleine leme hut. En ik stak er mijn hand uit, pakte een van de boekjes van de plank. En toen ik me omdraaide met het boek in mijn hand, om Hovare te vragen of dit het was, wat hij zocht, hoorde ik een grote zucht en een opgewonden reactie. Ja, dat is het boek, zei hij. En ik gaf het aan hem en hij pakte het met beide handen vast. Met grote ogen staarde hij ernaar en herhaalde langzaam, ja, dit is het. Die dag hadden we geen idee wat de Heere ging doen in en door het leven van Hovare. Of zelfs met vele andere Loron-mannen en vrouwen, toen het evangelie van Christus greep kreeg op de Loron-bevolking van Ivoorkust.
Over jaren begon wekelijks bijbelstudies bij te wonen die elke zondag onder een grote mangoboom aan de rand van het dorp plaatsvond. In enkele maanden na onze eerste ontmoeting stelde hij zijn vertrouwen op de Heere Jezus om gered te worden. Ovara was een van de Laurent-mensen die het evangelie van Gods genade begreep. Hij was de eerste Laurent met wie we contact hadden die begreep dat redding niet door werken kwam, maar door genade alleen, door het geloof alleen en door Christus alleen. Toen hij tot geloof gekomen was in de Heere Jezus kwamen zijn dromen over boeken of de waterdoop niet meer terug. Hij had de waarheid gevonden. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt of zegt kou kou, zal opengedaan worden. Ovara heeft sindsdien de zendelingen geholpen om het evangelie bekend te maken bij zijn familie, buren en de omliggende Laurent-dorpen. En vandaag de dag zijn daar meerdere Laurent-gemeentes met bij elkaar meer dan 1000 gelovigen. Oudsten zijn aangesteld en Laurent-zendingswerkers zijn actief in de omliggende dorpen en de zendingswerkers zijn weggetrokken. Een prachtig voorbeeld van iemand die het evangelie niet kent, niet de mogelijkheid heeft om het te kennen, maar met zijn hele hart God zoekt en hem vindt. En ook Paulus verzekerde zijn luisteraars op de Areopagus in Handelingen 17 dat God uit één volk heel het menselijk geslacht gemaakt heeft om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken. Of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. De persoon die oprecht God zoekt om hem te willen volgen, heeft mij inziens de goddelijke garantie dat hij hem zal vinden. Ik zeg dat nog een keer. De persoon die oprecht God zoekt om hem te willen volgen, heeft de goddelijke garantie dat hij hem zal vinden. Jeremia 29, 13 zegt: u zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Stel je eens voor dat Millet Erickson en gelijkdenkenden gelijk zouden hebben dat de natuurlijke theologie, de algemene openbaring van God in de schepping, genoeg is. En dat de evangelieprediking en de evangelisatie niet per se nodig zijn om heidenen te redden. Maakt dat dan niet de meer dan 2000 jaar zendingswerk nutteloos? Is dat niet een klap in het gezicht van honderden duizenden zendingswerkers die hun leven hebben gegeven voor het evangelie? Als het waar is dat mensen voor de eeuwigheid gered kunnen worden zonder van Christus te weten, dan waren bijvoorbeeld die 5 martelaren in dat eerste werk van New Tribes Mission in 1943 onder de Ayoré-mensen in Bolivia. Dat waren dan toch geen helden, maar dat waren dat dwazen. Die een nutteloze dood stierven voor het evangelie. Maar dat waren ze niet. Het evangelie heeft geklonken onder de Ayoré. En ook onder de Laurent in die voorkust. Maar hoe dan? Paulus zegt in Romeinen 10, 13 dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal behouden worden. Ja, maar hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zijn punt is duidelijk. Je kan niet gered worden als je de evangelie niet gehoord hebt. En je kan ook het evangelie niet horen als het niet gepredikt wordt. Weet je, de bomen vertellen het je echt niet. Paulus is zo vurig als het gaat om evangelieprediking dat hij in enthousiasme uitbarst in lofprijzing voor Gods zendingswerkers. Hij zegt in vers 15 daar: hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. En dan geeft hij het middel, het instrument om door behouden te worden. Vers 17, zo is dan het geloof uit het gehoor. Niet uit de droom, ook niet uit de natuur, ook niet door andere religies. Zo is dan het geloof uit het horen. En het horen door het woord van Christus. In de MBV en de MBG hebben het daar juist. Het is het woord van Christus. Het is het woord van Christus. Het goede nieuws van zijn dood en opstanding. De conclusie van dit alles is dat God genadig heeft voorzien
in een weg tot redding door het heerlijke evangelie van Jezus Christus. En hij zegt tegen hen die op het zendingsveld staan, en misschien wel iemand van u die het overweegt, in de woorden van Handelingen 26 vers 18, ik zend jou, mens, om de ogen van de heidenen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren en van de macht van de Satan naar God. Door in mij te geloven, zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden, en samen met allen die mij toebehoren, zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk. Lieve broeders en zusters, God gebruikt mensen. Sprekende mensen. Handelende mensen. Liefhebbende mensen om mensen te redden. Ja, laten we God groot maken in zending door op Gods manier de heidenen tot hem te laten komen. Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. De conclusie is, iedereen moet het horen. Amen. We hebben ook ons boekje, even een promotieboekje van Ethos 360. Ook daar staat deze kreet, iedereen moet het horen. En neem het mee als je geïnteresseerd bent of als je weet aan wie je dat zou kunnen uitdelen. Laten we samen de Heer danken. Lieve trouwe God en Vader in de hemel, we willen zo tot u komen om u te danken, Heer, voor dit moment, deze tijd dat uw woord is opengegaan. Dat we mochten horen, Heer, of alle mensen schuldig staan voor u of niet. Of er misschien uitzonderingen zijn voor sommigen. En met die sommige mensen die kunnen redeneren, volwassen mensen, is er uitzondering voor hen? Of staan alle mensen schuldig, Heer? En we hebben gezien vanuit uw woord dat elk mens schuldig is. Maar tegelijkertijd, Heer, heeft u ook die goddelijke garantie gegeven dat een ieder die u zoekt, zal vinden. Dank u wel, Heere, voor die algemene schepping, die prachtige schepping, waar we niet onderuit kunnen, die ons onvermijdelijk op een zoektocht zet. Dank u wel, Heere, dat u uzelf afhankelijk heeft willen maken van mensen, omdat u mensen wilt gebruiken om mensen te redden. Wat een voorrecht, Heer. Het is geen offer, het is een voorrecht. Heer, mag het ons in beweging brengen, ook deze week weer opnieuw, om mensen in aanraking te brengen met u. Om broeders en zusters in beweging te zetten, om van u te vertellen. Dank u, Heer, voor deze gemeente ook, die al zo zendingsbewust is en het ook zo bemoedigt. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel. Heer, we prijzen uw naam en we bidden zo uw zegen op uw woord. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen, denk ik. Opwekking 237. Jezus, wij...